Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Ja, onze tankmotor die rookt nog behoorlijk. Nou, we gaan even kijken of we hem wat beter kunnen afstellen. Nou, we kunnen in ieder geval bij deze motor nou de nokkenassen zien. Ik heb de krukas nou op 0 graden gezet. Dan staat in ieder geval cilinder 1, als het goed is, daar staat de zuiger boven. En dan kunnen we kijken hoe dat de nokkenassen zo staan. En dan kunnen we zorgen dat de motor van de tank dadelijk op dezelfde manier staat afgesteld. Even ons kardannetje er weer tussen zetten, want dan kunnen we de motor makkelijker draaien. Ja, zoiets denk ik. Ik heb het goed. Ja, maar wat staat er dan? Hier, D, D. Ja, ja, zie je wel. Top dead center. Dat betekent dat. Dus dit is 1. Dan is, en dit is 35. Dan zit er daar ertussenin. Laat zien. Oh! Laat zien, nee, jongen! Serieus, kijk dan! Het gaat niet een klein beetje, gewoon 2 mm. Ja, dat zie je wel. Dus dan moeten we hem, nu draaien we hem een hele slag door en dan 10 graden terug. Dan weer terug, terugdraaien. Die kleppen wijzen nou naar de achterkant van de tank. Oké, we hebben bekeken hoe deze nou staat. Nou gaan we hiernaast even kijken bij die motor die daar ligt. Ja. Yeah, boy. Dus dit is gewoon... echt heel veel verkeerd. Ja. Oké, we gaan deze nokkenassen bijstellen. Hier, appetee. Veel doen. Ja, oma. Nou gaat hij in zijn tanden. Dat is goed. Nou, ben benieuwd hoe die nou staat daar. Dus dit moet goed zijn. Ja. Perfect. We hebben er gisteren nog even stuiver uitgehaald. En weet je hoe je dan BDP moet bepalen? Je hebt de zuiger. Je hebt natuurlijk de drijfstang. Je hebt dan onder de krukas. Hè? Die beweegt in de cilinder. En hierboven hebben we natuurlijk nou de verstuiver eruit gehaald. Dus dat is open. Wat je kan doen is hierin meten natuurlijk. Aan de krukas draaien en als hij dan helemaal boven is, dan zou daar BDP zijn. Alleen het probleem is, als die zuiger boven zit, dan zit natuurlijk die drijfstang, of die krukas, die kan eigenlijk, ja, er zit best wel een beetje speling op zonder dat je die hier echt heel duidelijk ziet natuurlijk. Wat je kan doen, dat is hier gewoon een ding in vastbouten. En wat je dan doet, je draait hem eigenlijk gewoon helemaal er tegenaan, de zuiger. Merk je dat tekentje, dan geef je een streepje. Nou, vervolgens draai je de motor helemaal de andere kant op. Dan gaat hij dus aan de andere kant er tegenaan. Zet je ook een streepje. Want precies tussen die twee streepjes in, dat is gewoon je BDP. Zo simpel. Ja, zo kunnen we het toch helemaal bepalen. TDC is trouwens top dead center. Dat is het bovenste dode punt. Hè. Dat is als de krukas helemaal bovenaan staat bij die betreffende zuiger. En bottom dead center is natuurlijk het BDP. Hè. Beneden is het dode punt, zeg maar. Dat is als de krukas helemaal naar beneden staat, dat de zuiger helemaal in zijn meest beneden positie staat. Dus we hebben nou een stukje schilderstape. En dan brengen we nou, zeg maar, aan de hand van deze maten, brengen we daar even het aantal graden op aan. Ja. Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hij klopt ongeveer op een halve graad nauwkeurig. Dit is onze verstuivertester. Nou, dat is gewoon goed. Dat zie ik wel. Nou, ik kan je vertellen, Dirk. 13,2. Die andere is precies hetzelfde. Oeh, de zuiger stopper. Het is een soort van pin, maar dan anders. Ik doe hem erin. Jij mag draaien. Oké. Dat is hem. Ja. Dus hij staat 10 graden verkeerd. 30 tanden. 30 gedeeld door 300. 65 is ongeveer 12. Ja, dat is niet 8. Dus 12 graden staat hiernaast, dat klopt precies. Dus dat is precies één tand.
staat, hij gaat te vroeg open, want hij moest bij 350 open gaan. Oké, okay, dan kunnen we in ieder geval één ding zeggen, dat onze methode goed is en dat de timing fout is. Ja. Eigenlijk, ja. Wat niet helemaal is goed gegaan is de koningsas. Dat is dus de as die zeg maar zo woep, naar beneden gaat. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij een distributieketting, distributieriem. Maar deze heeft haakse overbrengingen en dan assen. Dat noemen ze koningsassen. Die koningsas die is zeg maar in zijn spline is die één tand verkeerd gegaan. Ik heb daar een tandwiel liggen. Dit is het, een tandwieltje van een koningsas die onder zit. Je ziet hier dus inderdaad die, dat is een haakse overbrenging, hè. En daarbinnenin zitten kleine tandjes, daar zie je ze zitten, dat is een spline. En die is één tand verkeerd in elkaar gezet. Dus, en dat weten wij, omdat dit namelijk 30 tandjes zijn, die hebben we geteld. En 360 graden delen door 30 is 12 graden. En dat is exact wat deze kop verkeerd staat. Dus hij is gewoon één tandje fout in elkaar gezet. Hij moet dadelijk later, het tandwieltje draait met de klok mee. Dus hij moet later, dus gaan we hem dadelijk eruit tillen. En dan gaan we hem één tand tegen de klok in verzetten. En dan moet hij goed staan. Maar dan dadelijk, als we deze kop op tijd hebben staan, dan gaan we natuurlijk deze kop nog controleren. En daar ben ik eigenlijk helemaal benieuwd naar. Want die hebben we natuurlijk volgens onze zeg maar helemaal onorthodoxe methode die volgens geen één boek goedgekeurd wordt ook op tijd gezet, denken wij. Dus die gaan we die checken, die methode. Ja, die hebben we 12 gedeeld door 360. Dat is precies 30. Dus die hebben 30 graden verstoken. Ja. Dat is echt veel. We gaan nou de koningsas optillen, dan komt hij onderuit zijn spline en dan kunnen we een tand versteken. Doe het maar. Maar wacht eens even, kijk eens even hiernaar. Is dat die wel? Het kan ook dat deze het niet is. Nee, kijk hier. We hebben net even de as eruit gehaald, want we hebben hem één tand verstoken, maar dat leek nogal veel. En dat bleek ook wel, we hebben hem even eruit gehaald. En de tandwielen die onderin zitten zijn helaas niet deze. Deze hebben 30 tanden, dus dan zou die 12 graden precies zijn. Maar dat is het dus helaas niet. Hij heeft minder tanden daar. Dus we kunnen hem daar niet nauwkeurig genoeg mee bijstellen. Dus zullen we het toch hiermee moeten gaan doen? 1, 2, 3, 4. Dit is 4 tanden. 1 tand. Zo. We hebben de nokassen even met een paar moeren weer terug vastgezet. Maar kunnen we nu gaan kijken of dat hij nou op tijd staat. Dus we gaan weer een keertje ronddraaien. Ja, ik moet heel veel ronddraaien, zie ik al wel. Heel rustig. Oh, ik ben groot bij. Laten we even die kop voor wat het is. Nou wil ik die kop weten. Okay. Laten we gelijk even kijken. Voor we deze nokassen kunnen timen, dan moeten we natuurlijk wel weer eventjes het top dead center bepalen van de cilinder die we gaan gebruiken. We hebben net even de inlaatklep gemeten hier. Die klep gaat te vroeg open, maar gaat ook te laat dicht. En dat komt omdat hij te weinig speling heeft daar. Dus het lijkt dat de timing wel goed staat. Dus we controleren nou even de klepspeling. Dat is inderdaad de speling zeg maar, tussen de nok en de klepstoter. Je snapt, die nok gaat draaien, die gaat op een gegeven moment drukt hij de stoter in. En dat punt, dat is het punt wat we zoeken. Maar je snapt, als die speling te klein is, zeg maar, deze, dan is het moment dat hij hem indrukt, dat komt natuurlijk eerder. Dus dat, op zo'n manier kan die timing dus fout zijn daar. Maar goed, dan is de timing van een nokas dus wel goed, maar het moment van openen klopt dan niet helemaal. Dus we kijken even de speling wat die is en dan rekenen we het even terug. Oh ja. Dus hij staat ook gewoon, dat moeten we hem ook verzetten. 12 graden erover. Deze kop stond oorspronkelijk 20 graden verkeerd. We hebben hem gisteren verstoken en hij staat nu nog 10 graden verkeerd. Ik ga ervan uit dan dat het de verkeerde kant op is. We hebben hem 30 graden verzet gisteren. Ja, maar ik denk dat we hem 10 graden te ver.
Kom eruit. Hoppatee. Oké. Dit is hem. Zo moet hij. Bijna. We gaan hem checken. Misschien al wel een beetje veel. Maar nu zijn we er wel aan uit. En dit was wel een meer wetenschappelijke methode, hè, om het zo maar te zeggen. We hebben netjes bepaald waar inderdaad het TDC zat. En nu hebben we ook gewoon volgens het diagram de klep allemaal bijgesteld. En dat was toch wel wat, toch een beetje van tijd allemaal. 10 graden aan de ene kant, 20 graden aan de andere kant. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan de boel in elkaar schroeven. Ja hoor. Oh hier! Ja joh. Dat bedoel ik, we hebben gewoon knijpen veel olie. Hou maar. Het moment is daar. We hebben net de persluchtflessen nog even gevuld en we hebben nog even boterhammetje gegeten. We gaan hem starten, tenminste we gaan hem proberen te starten. En dan kijken of het nou beter is. Dus Dirk heeft de remreiniger in de aanslag. Kunnen we een beetje extra boosten, zeg maar, met starten. Als je wat meehelpt, dan zou wel goed zijn natuurlijk, hè? Diesel eruit gooien daar. Hij loopt eigenlijk best aardig, alleen ja, normaal natuurlijk. Lijkt wel dat er gewoon een paar cilinders zijn die niet meedoen. Ja, of geen compressie, of misschien toch stuivers, misschien met de brandstofpomp. Het is een beetje een, ja, goed, ja, het is een puzzeltje. Ja. Ja, ik denk dat we er gewoon een keer mee moeten gaan rijden. Dat die keer echt warm kan worden, want hij komt eigenlijk steeds niet echt op temperatuur.
En de hele tijd gewoon alleen maar stationair draaien en ja, geen gas geven, zeg maar. Ja, een keer gas geven, zo, dan accelereert en dan komt er een hele bult rook uit. Als je gas houdt, dan wordt het al snel minder. Dus wat dat betreft, ja, lijkt het er wel op dat dat, dat wel acceptabel is. Ja, hij blijft er wel veel onverbrand diesel uitsproeien. Ja, nou is het een beetje de vraag, ja, is dit gebruikelijk voor die dingen? Want ik heb wel al van meer mensen gehoord dat ja, blijkbaar redelijk normaal is. Als de motor koud is, dat hij de best wel wat onverbrand diesel uitgooit. Nou, dat zien we wel. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.